Doei, je bent mijn engel. Kijk, en de tuin is dat weer open. Die is aan mij afzien. Ja, helemaal prima. Het was meteen al de bingo, want we hebben iets gevonden. Hele goedemorgen allemaal. Mijn naam is Karin Stalman van de Werf. Mijn man is Roderick Stalman van de Werf. Die heb ik via de telefoon. Ja. Het is vandaag alweer 5 mei 2020. Bevrijdingsdag. Ja, wij vieren ons vandaag onze 75 jaar vrijheid. Doe jij mee? Ik hoop het wel. Nou, wij gaan sowieso vandaag magneetvissen. En we gaan even naar een winkel in Rotterdam. Ja. Dus ik zou zeggen, heel veel kijkplezier bij deze leuke vlog. Ja, een hele goede morgen. Ja, ik ben al een tijdje wakker. Roderick ook, die heb ik aan de telefoon. Mijn naam is Karin Stalman van de Werf. Roderick is Roderick Stalman van de Werf. Ja, zoals jullie zien lig ik lekker op mijn nieuwe bedje al een tijdje. Heerlijk. Hij ligt ook geweldig. Dus, wij gaan vandaag leuke dingen doen. En het is vandaag dinsdag. 5 mei, 75 jaar vrijheid. En wij gaan sowieso vandaag magneetvissen. En we gaan naar een winkel in Rotterdam. Dus wij wensen jullie heel veel kijkplezier bij deze nieuwe vlog. Ja, ja, en zoals jullie dus weten. Ja, heb ik vorig jaar en dit jaar daarvoor heb ik een buikbandcorrectie gehad. En ik ga binnenkort eens even weer een nieuwe dagboekvlog opnemen. Van het toen en nu. En dat heb ik ook gisteren al met Roderick over gehad. Mijn moeder die weet het nog niet en dat ze er ook een maakt. Want ik zou ook weer graag weten van hoe zij er weer tegenaan kijkt. Van hoe het toen was en hoe ik nu ben. Zijn er veranderingen? Tuurlijk zijn er veranderingen, maar... Ik zou het ook gewoon leuk vinden om dat ook van een ander te horen. Of te zien wat een ander van mij denkt. Of wat dan ook. Dat is leuk. Dus dat komt er ook allemaal aan. Het is vandaag mooi weer. Kunnen jullie wel buiten zien? Kijk hoe mooi. Wauw, mooie strakke lucht toch? Ja, hele mooie strakke lucht. Dus ja, dat is beter denk ik. Ja. Dus ik ga me zo lekker aankleden. Hondjes moeten er ook nog uit. Ja, ik hoor wat op de gang. Dus Roderick die komt ook zo meteen deze kant weer op, gezellig. En dan even broodjes klaarmaken of zo voor zometeen onderweg. Drinken mee. En ik heb ook iets nieuws ontdekt voor mensen die lactose intolerant zijn. En het is wel lekker. Ook al had ik het zelf niet gedacht. Dat laat ik jullie ook zo meteen zien. Hij is wel duur qua drinken. Maar oh, zo lekker. Ja, heerlijk. Heerlijk, ja, zalig. Maar dat zien jullie zo meteen wel. Nou, zo net en de jongens helemaal lekker verschoond. Allemaal lekker veel hooi. Spiegel heeft ook zoiets van, hé, dat is leuk. We gaan niet aan het bed lopen krabben, vriend. Dat gaan we niet doen. Nou, dit is dus whisky. En binnen het huisje, en daar zit Charlie. Nou, dan hebben ze daar eten. Dan hebben ze daar eten. Bloemkolen. Blaadjes. Dat is ook erg lekker. En ik geef ze eigenlijk van alles om te kijken of ze het lusten. Echt van alle voer. Die zit lekker binnen te knagen. Dus die zou je dus nu ook niet zien. Mits en dat ik het huisje erop eraf haal. Dat is wat anders, maar... Nee, we gaan niet naar de jongens. Move.
dan ga ik even deze hier doen. Zo. Ja, maar ik snap die niet. En dan rechtdoor. Ja, want hier een bushalte. Ja, maar hier rechtdoor. Nee, je moet zo rijden. Ja, dat is echt waar. Ja. Rechtdoor. Een grote bouwput, zeg maar. Bouwput met rins. Hi, meneer. Koop. Opkoop. Opkoop. Huh? Opkoop. Nou, eens even kijken wat hier weer fout gaat vandaag. Vind ik leuk. Ik mag filmen. Ik krijg geen signaal. Geen signaal, niks. Zo. Ja. Meneer Kwabbenoot. Van, en van hem moest ik dus 5 minuten wachten. Oké. Okay. Huh? Dat heeft hij dan staan. Je armen zwaaien. Zo. Dat is dus de route. Ja. Yeah. Meneer Kwabbenoot. Ja, ja. Mensen. Ja. We zitten lekker in de auto. Het is mooi weer. Daar mogen we niet over klagen. Als het goed is, is er morgen dus weer een persconferentie hier. Hoop ik, en dat ze het anders gaan doen en met deze hele crisis. Want ja, dat, en dat andere benaming mag je dus niet zeggen, helaas. Want dan wordt mijn video dus weer gebannend of zo. Hè? En net zoals bij andere YouTubers. Ja, zoals bij Enzo en alles. Ja, is handig. En ik weet ook al waarom Enzo kwaad was op TikTok. Okay. Want hij is dus geschilderd in de Spider-Man. Okay. Maar hij heeft alleen een onderbroek aan. Ja. Daarom is die TikTok al een paar keer verwijderd. Ja. Hij heeft een onderbroek aan, kom! Als je een zwembroek aan hebt. Dan mag het weer niet. Ja, ik vind het best. Maar we gaan dus nu naar Rotterdam. Daar is een winkel. Die is heel goedkoop. Bij de Vinkenbaan, volgens mij op mijn hoofd. Ja, ik kan het daar niet zien. Maar daar kom ik zo dan wel weer op terug zo. Als ik het niet vergeet. En anders heb ik mijn liefdallige mannetje wel. Die daar mij op de hoogte weer kan stellen. Dat is leuk. En we hebben een mooie Seat achter ons, schat. Trouwens. Ja, dat weet ik. Dus nee, maar dat is een hele goedkope winkel. Die is voor iedereen toegankelijk. Elke klant krijgt dus een gratis brood. Dus en het is onwijs
spot en spot en spot goedkoop. Ja. Een Seat Leon, schat. Een Seat Leon, ja. Precies. Dus, maar ja. Hoe wij die winkel gaan vinden, dat horen jullie straks wel, toch? Ja. Ja. Nou, dan gaan we lekker rijden. Dus jullie tot straks in Rotterdam. En je mag. Jij bent lekker aan het magneetvissen. Het was meteen al de bingo, want we hebben iets gevonden. Iets heel smerigs, een buis of iets dergelijks. Dus ja, wel grappig. Meteen een bingo. Gooi het hem erin, bingo. En zo nog zo'n kroonkurk. Dus meteen twee vangsten in één. Dan krijg je twee punten van mij, hè? Huh? Krijg je nu twee punten. Mij? Ja, twee punten van jou. Ik nog niks. Dan heb je die grote buis. En zo'n kroonkurk. En wat heb je nou weer? Drie punten. Dan haal het er maar af. Weet ik wat het is. Hij is dat. Yeah. Even in deze bak doen of zo. Ja, in de bak. Bak, bak, bak. Kom maar. Goed in deze bak allemaal. Stukjes ijzer. En nou vind ik het niet meer eng, hè, dit, hè? Nee, dan doe je het zelf. Zo dan. Deze gat is hoog. Oké, okay. Ik gooi de rest er wel in. Is goed, succes. Nou, ga je wat vangen? Dan gaan we gewoon weer even zometeen een stukje die kant op. Hoewel weerstand, maar niet magnetische weerstand. Blurry halen, zeker. Ja, blurry halen, ja. Bij de brug hebben we wel wat gevonden. Ja. Schroot. Nou, we gaan zien wat je pakt. Hi. Hi. Vind je het leuk dit? Ja. Het is mooi weer nu, hè? Zeker. Nou, wat ga je eruit halen? Blurry? Ja, blurry. Ja, alleen maar blurry. En nog even een keertje dompelen. Nou, dan gaan we even die kant even oplopen. En je vindt dit leuk, hè? Maar waarom? De rust, denk ik, of niet? Kippetjes op de dijk. Ja, kippie. Yummy, yummy. Nou, we proberen. Ja, ik denk dat dat hier een beetje kiezelsteentjes liggen.
En dat de touwen daaraan vast een beetje blijft haken. Ja. Dat is allemaal weer blurry namelijk. Nou, we zijn dus lekker magneet aan het vissen. Dat is heerlijk. Nou, dat hebben jullie dus net gezien. Wat Rauw doet. Hé, ja, schat? Ja. Is leuk hier, hè? Lekker rustig, of niet? Is beter als in de binnenstad, toch? Dat zeker. Dat wou ik zeggen. Ook wat binnenop gaan vissen. In die fontein. Ja, het zou kunnen. Maar je moet overal betalen, hè, daar, hè? Niet als je op de fiets gaat. Nee, dat is weg. Misschien straks of zo. Kijken. Of zo. Dus ja, we zien wel wat. Heb je wat? Ja, joh! Nee, niet. Stokkie. Of had je wel wat? We gaan het zien. Hè? Huh? Ja, een tak. De. Ja, zo. Nou, we blijven even kijken wat hij allemaal vindt. Joe, een tak. Wel, hè? Ja, dat is waar. Een is tak. Ik dacht, nee, is gevangen, dat scheelt hier. Ja, precies. Even ergens anders proberen? Ja, even een stukje daar, gewoon misschien even op en op het hoekje daar. Ja, en nou heb ik jouw gezicht in beeld en dat is daar, hier op het hoekje. Yep. Gaan we daar even proberen. Yo, wij hebben even magneet gevist, weinig gevangen. Ja, maar we moeten wel even gaan kijken naar betere plekken. Dus ben je nou een magneetvisser en wil jij eens een keertje met ons gaan magneetvissen? Ik zou zeggen, laat eventjes een reactie achter en dan kunnen we de gegevens uitwisselen. En dan gezellig samen magneetvissen. Yes, helemaal goed. Nou, dan moet je het nu doen. Jammer. Ja. Dus, maar ja. Komt wel goed. We gaan gewoon rustig aan proberen. Maar hier was weinig te vinden. Doei, andere hazes. Valt ook niet op, hè? Nee. André. Doei, je bent mijn engel. Kijk, en de tuin is dat weer open. Hier is mijn huis. Ja, helemaal prima. Dag André. Doei. Dag André. Doei. Doei. Nou. Die kappies. Kijk, en hier zou ik wel willen wonen. Ja, hoi. Dat bedoel ik maar even. Zo, weet je. Joepie. Ha. Zijn we hier recht hoor? Kan niet eens. Schat, hè. Maar dit is maar dit is zeker in de polder, hè? Dat zou heel goed kunnen. Oké. Laatst hebben wij dus hier gestaan om daar naartoe te kijken. Yep. Nou, we zijn dus nu even in Leidschagen ook geweest. Even daar even boodschapjes gedaan. Ja, of nog wij geld te veel hebben. Ja.
Maar sowieso heeft Ro al een drankje gedronken die hij bij de winkel in Rotterdam heeft gekocht. En dan gaan we deze even lekker openmaken. Die komt daar ook vandaan. Dus, straks gaan we verder alles eventjes uitpakken en het aan jullie laten zien. Dus wat leuk. Kruispunt wordt dus nog anders, hè? Verroestige buizen.nl. Zullen we die even in de gracht pleuren en even er weer uitvissen? Ja, nou daar waren we weer dus. Ja. Wij hebben dus het een en het ander opgehaald. Ja. Nou, ik wil jullie graag even laten zien. Ik zit in de zon. Nou, deze hebben we gratis. Deze hebben we gratis. Dat is dus eigenlijk van Ro, die in die krentenbollen. Deze voor mij is gratis. Deze ook voor mij is gratis. Deze is ook voor mij is gratis. Ja. Deze is voor mij is niet gratis. Hebben we gekocht. Die heeft Ro dus ook. Heeft hij ook netjes gekocht. Deze is van mij. 25 cent per stuk ongeveer. Even snel uit mijn hoofd. Sla. Gratis. Pannenkoeken. Oeh, kijk, dat is lekker. Boten. Nou, dan denk je, wat komt zij nou weer aan met zo'n hondenpoepzakjes? Nou, kregen we dus ook nog eens een keertje gratis een aantal x kleine kuipjes. Dus daarom ook even in zo'n zakje. Deze is een Voro. Vond hij leuk, zo'n grote. Er zit wat in, maar dat gaan jullie nog zo meteen zien. Dan zijn we, dan heeft Ro dus nog appelsientje erbij gehaald. Ook erg lekker. Nog een keertje multivitamintje appelpeer. Ook erg lekker. Heeft hij nog een kaas? Ja. Bij de plus van. Nou, en toen zijn we dus nog even bij de Jumbo geweest. Ja. Nou, deze is een Varro. €2,50. Normaal is het dus €8,16. Zeg ik dat goed? €8,16? Ja, €8,16. €8,16. Kijk. En nu voor €2,50. En ik had er echt zin in. Ja, je ziet hem al aankomen waarschijnlijk. Maar kippie, normaal is het dus 2 voor 10. Ja, dus €5. 1. 1 voor €6,50, zegt Ro. En nu 1 voor €2,50. Yay, joepie. Nou, mosterd was nu in de aanbieding bij de Jumbo voor zo'n potje €0,99. Dus ja, ik mag gelijk. Ideaal. En deze heb ik nog en bij die andere winkel in Rotterdam. Nou ja, spekkies. Ook erg lekker. En daar zou ik nog even op terugkomen. Ik heb dus nu hele andere drinken.
Kan je dat even uit mijn ene tas pakken voordat ik dit allemaal ga laten zien? Ik heb dus laatst bij de Jumbo heb ik Alpro gekocht van kokossmaak. En als je dus lactose intolerantie hebt, dan kan je dus gewoon geen melk verdragen. Ja, ik sta hier trouwens lekker in de zon. Kijk, daar schijnt de zon, dus dat schijnt lekker in mijn gezicht. Maar dus ik kan gewoon geen melkproducten verdragen. Dus ik had zoiets van, hey, ik ga toch wat anders proberen. Het is wel wat duurder, €2,80, zeg maar. Maar dit is dus een kokosvariant. En hij is heerlijk. Ik raad echt iedereen aan die dus lactose intolerant is, om dat te halen. En ik heb dus nou niet deze gehaald, maar een hele andere variant. Gewoon de normale pakken. Deze was 30 cent eigenlijk. Nee, 50. Nou, deze heb ik dan weer kokos, maar dan gewoon in normale verpakking, hoe het eigenlijk behoort. Ik zal even wat even anders neerzetten. Dat is de kokos. Dit is de noten, toch? Notensmaak. Amandel. Ja, noten. Amandel. Ik vind het best. Amandelnootjes. Dan hebben we dus de tarwe. En dan hebben we nog de soja. Nou, die heb ik nog nooit geprobeerd. Dat ga ik dus nu wel weer doen. Dus daar hou ik jullie mee op de hoogte. En Rodi heeft gewoon zijn eigen melk. Ja, lekker. Of staat de flits aan? Nee. Oké. Okay. Yes. Gele en rode, maar wat zit erin? Wat kleur? Ik weet het niet. Laten we even kijken. Er zit een mandje in. Dat is leuk. En een paar M&M'tjes. En dan een standaardje inzetten. Maar lekkere M&M'tjes. En een groot ei. In een mooi mandje. Dat is leuk. Jammer. Ben je er blij mee? Ik ben er blij mee. Jokken neem mee naar met je. Een grote en een kleine. Wil je het bakje hebben? Nogal. Niet. Jammer. En met deze dan maar. Want dit is van melkchocolade. Dat mag ik niet hebben, helaas. Ik weet er niet of het melk is. Staat erop. Hier. Een hol ei, een melkchocolade ei, met één keer een standaardje. Hmm. Nee, dit is een hol ei. Nou, ik zou zeggen, eet smakelijk. Het is even lekker unboxen. Heetje tik. Oh. Hij is nog hard ook. Hij is behoorlijk hard. Ja, kijk. Is dat melk? Dat is melkchocolade, ja. Ja, die kunnen dus inderdaad niet hebben, nee. Heel erg melkerig. Ik haal die even weg. Hé, hey, hier, mooi. Waarom moet je zo zielig met je oortjes naar achteren? Hé. Hey. Hé, hey, dat is geen krabpaal. Hé. Hey. Hé, hey, mooi, Jutti. Nee. Nou, nee. 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 Kom. Kom. Kom dan. Kom. 1, 2. Ja. Yeah, goed zo. Ja. Yeah. Nee. Kom op je stoel. Kom. Nee. Kom, kom. Kom. Kom dan. En jullie ruiken nu lekker, hè? Ja.
Lekker op je tilt. Nee. 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 Wil je hebben dan? Nee. 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 Echt niet. Nee. 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 Ja, een hele goede avond alweer. Ja, het gaat hard. Ja, en dit zijn nog kerstlampjes, maar ik vind het gewoon sfeergeven. Kijk. Sfeerlampjes. Heel mooi. Ja, ja en die blijven gewoon jaar in, jaar uit hangen. Dat is, dat is de enigste kerstverlichting, want daar heb ik ook kerstballen hangen. Maar die gaven licht, maar daar zitten dus batterijen in die dus al lang en breed leeg zijn. Jammer. Ja. Maar dat maakt niet uit. We zijn dus bij die winkel geweest. Hoe vond jij die winkel? Vertel. Want dan zouden we nog even een review over doen. Leuke winkel, vriendelijk personeel. Niet heel groot, dus je kan makkelijk snel de winkel door. Mm-hmm. En er waren een aantal dingen die waren gratis, omdat er iets aan vast zat. Zoals een voedselbank, geloof ik. Ja, maar stel je komt binnen, hoe gaat het dan te werk? Nou, je mag een mandje pakken, dan mag je spulletjes pakken bij de kassa. Afrekenen en weer weg. Even je hand, even zo, dat is beter. Ja? Eigenlijk, daar komt het kort op neer. Ja, maar hoe zijn de prijzen? Producten zijn volgens mij niet geprijsd, maar dan hangt wel een prijskaartje bij de schappen. Niet overal. En die prijzen die zijn erg laag, moet ik zeggen. Ja, maar wel lekker, toch? Ja, dat is prima te doen. Ja. Nou, mocht jij ook geïnteresseerd zijn om naar die winkel te gaan, kijk dan even hieronder, want daar doe ik de link even erin. Dus dan kun je altijd nog even kijken van, hey, ik wil er ook even heen. En als je erheen bent geweest, laat het even hieronder in weten. Vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe vooral een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Doe het belletje aan, want dan blijf jij zeker op de hoogte. En ook hieronder beneden de rode button. Klik even op abonneren, want dan ben je lid van even onze familie. Van familie Stammel van der Werf en de dierenboel. Dus ik zou zeggen, dankjewel en tot de volgende keer maar weer. Hoi!